Alleen als je een andere huidskleur hebt, bijvoorbeeld een donkerdere huidskleur. Alleen één klein tintje, dat verandert je hele leven al. Hallo, ik ben Sarah. Mijn naam is Zweder en ik ben 10 jaar. Hoi, ik ben Beatrice. Hoi, ik ben Anoush. Ik ben Sophie. Ik ben Roos. Gijs. Lovel. Van Ave. Neda. En Noah. Ik ben Lopke en ik ben 12 jaar. Ik heb gehoord dat een blanke agent George Floyd heeft vermoord voor geen redenen. En toen schrok ik een beetje. Alleen maar omdat hij een donkere huidskleur had, werd hij heel hard behandeld. Maar ja, racisme en discriminatie speelt al langer in de wereld. Natuurlijk, racisme. Mensen zeggen dat slavernij is natuurlijk voorbij. Zeggen mensen, racisme is voorbij, maar dat is niet echt zo. Want je kan wel, mensen maken vaak grappen, maar niet iedereen ziet dat als grap. Je moet wel opletten wat je erover zegt. Want sommige mensen kunnen het al gediscrimineerd voelen als ze zeggen, ja, je hebt een zwarte huidskleur. Hoe denk jij daarover? Ja, ik vind het gewoon zwart, wanneer je zwart zegt, dat klinkt niet zo fijn. Het is een woord wat mensen gebruiken om een soort van donkere mensen om laag te brengen lang geleden. Maar nu gebruiken mensen het als grapje soms. Ja, ik persoonlijk heb nog nooit eigenlijk een racistische mening gehad van een klein kind of van een kind. Maar ja, van volwassenen hoor ik meestal meer over. Is er een verschil tussen kinderen en grote mensen? Ja, kinderen die kijken gewoon naar hoe je bent en zo. Je gaat niet vanzelf leren dat er racisme is. Je hebt het van iemand aangeleerd. Jij bent hetzelfde, ik ben hetzelfde. Ja, en iedereen heeft dezelfde rechten. Kinderen ook wat minder erg over discriminatie doen dan volwassenen. Want volwassenen gaan soms wel echt te ver met de discriminatie. Is het belangrijk dat we daar nu dus met z'n allen over praten? Dat denk ik wel. Ik denk dat de volgende generatie veel minder gaat discrimineren. Ook omdat wij nu al, als kind maakt het veel meer indruk voor je van bijvoorbeeld George Floyd. Of als je je eerste demonstratie gaat doen op de Dam voor discriminatie, dan maakt dat meer indruk op je dan als je dat als volwassene gaat doen of als je dat als volwassene hoort. Trek niet meteen een mening omdat een andere kleurtje hebben, omdat mensen een andere kleurtje hebben. En trek meer een mening over hoe ze zijn. Gewoon eerst kijken hoe mensen zijn en niet discrimineren. Gewoon niet doen. Zou je zelf een donkere huidskleur willen hebben? Nou, ik heb wel dat als ik naar het strand ga, dat ik dan eerder rood word dan bruin. Dus ik zou het op zich wel willen, maar ik denk, ik zou het op zich wel iets donkerder willen zijn. Ik ben echt super wit. Ik vind mezelf niet lelijk en ik vind andere mensen ook niet lelijk van de buitenkant. Ik vind mezelf gewoon oké. Ja, laat gewoon de mensen zijn zoals ze willen zijn. Want het maakt eigenlijk niet uit of je een donkere huid hebt of een blanke huid hebt of een ander geloof dan de andere mensen. Het maakt eigenlijk niet uit, want we zijn allemaal mensen. En in ons hart is het nog een stukje klein beetje liefde. Dus eigenlijk moeten we die liefde zo groot mogelijk kunnen maken. Afstand high five, 1, 2. Heel goed.